gaan jullie aan de gang in Junior Einstein. En vandaag gaan we het hebben over synoniemen en tegenstellingen. En in dit filmpje ga ik even uitleggen wat die twee woorden betekenen. Ik begin eerst met de uitleg wat een synoniem is. Een synoniem betekent eigenlijk een ander woord voor. Een synoniem is dus een woord waar een ander woord ongeveer dezelfde betekenis heeft. Dat je daarvoor een synoniem een ander woord kunt gebruiken. Je kunt zo bijvoorbeeld zeggen, ik vind het erg belangrijk dat ik elke dag wat eet. Nou, je kunt ook zeggen, ik vind het cruciaal dat ik elke dag wat eet. Cruciaal en belangrijk zijn ongeveer dezelfde woorden. En dat zijn synoniemen van elkaar. Zo kun je ook zeggen, ik vond dat feestje erg leuk. Je kan ook zeggen, ik vond dat feestje erg gezellig. Ongeveer is de betekenis hetzelfde. Zo kun je ook zeggen, ik ga mijn fiets herstellen. Klinkt ook niet echt. Repareren zou veel logischer zijn. En toch zijn deze twee woorden bijna hetzelfde. Dan ga ik uitleggen wat een tegenstelling is. Je hebt synoniem en de tegenstelling daarvan is een tegenstelling. Want een tegenstelling is eigenlijk altijd het tegenovergestelde van iets. Hetgene wat compleet anders is, wat aan de andere kant staat. Voorbeelden. Je hebt mooi en lelijk. Wit en zwart. Snel en langzaam. Groot en klein. Dat zijn tegenstellingen. Nou, dit was de instructie over synoniemen en tegenstellingen. Nu ga je aan het werk met alle opdrachten in Junior Einstein en zorg ervoor dat je ze allemaal maakt. Veel succes! Doei!